Er zit geen beweging in, Jenny. We moeten opschieten, Sam. Hij loopt snel vol. Wat dacht je van Phoenix? Phoenix is wel sterk genoeg, maar die hebben we nooit op tijd hier. Ik weet nog iets anders om die onderzeeën naar boven te halen. Een veilige afstand van het water. Waar is mijn Submaster 2000? Ik ben bang dat hij op de bodem van het meer ligt, Jan. Oh jee, oh jee, oh jee. Sam, ik laat nu de lier zakken. We zijn er klaar voor, Tom. Rustig maar, Norbert. Je bent nu veilig. Gelukkig. Dankjewel, brandweerman Sam. Dat was weer een hele gevaarlijke actie van je, Norbert. Ik weet het. Het spijt me. Ik zal het nooit meer doen. Maar ik heb wel een paar erg mooie beelden van jou, Jenny. Zo makkelijk kom je er nu niet mee weg, Norbert Puck. Nee, Norbert. Ik denk dat jij behoorlijk in de problemen zit als je thuiskomt. Oh. Maar ik heb wel een idee voor deze. Overgeschakeld naar... Zwembadputje! Brandslangen nog aan toezeg! Oeh, een regendans! Een tovenaarsgevecht veroorzaakte een bosbrand in de bergen en het verspreidt zich snel! Ik had vandaag gewoon in bed moeten blijven liggen. Oh. Zo, helemaal uit. Vonkjes en droog gras. Dat is geen goede combi, Norbert. Sorry, brandweerman Sam. Ik probeerde alleen maar extra magisch te zijn. Weet je wat echt extra magisch is? Als jij uit de problemen blijft de rest van de dag. De laatste scène is zonder gevaar. Dat beloof ik. Ja, we blijven hopen. En nu de grote bezemvliegscène. Dat maakt allemaal deel uit van mijn supermagische special effect. Ik wil dat deze film viral gaat, weet je nog? Ik breek alle records en maak het internet kapot. Het enige wat jij breekt is je been. Ja, ik red me wel. Ik ben een uitmuntend regisseur. Oh, ik durf niet te kijken. Woehoe! Ik vlieg! Ik hang! Brandweerman Sam! Zorg dat het ophoudt! Tinus Tovermagiemeester bungelt aan een kabelbaan boven de waterval. Hij hangt ondersteboven aan één voet. Eigenlijk had ik dit moeten zien aankomen. Schiet op, Sam. Ik heb deze sjaal van Tante Floor. En dat was heel goedkoop. Oh, dit is een cliffhanger. Ik durf niet te kijken, hoor. Oh, ik hoop dat Sam snel bij hem is. Ik ook. Ik heb bijna geen opslagruimte meer. Wow. Hebbes. Norbert Puck, dit had heel slecht kunnen aflopen. Het spijt me, brandweerman Sam.
Ik wilde alleen maar de meest spectaculaire online film ooit maken. Online, zeg je? Ik zal alles doen om het goed te maken, Sam. Jij gaat het goed maken. En ik weet precies hoe. Er is een bosbrand bij de molen. Er is een bosbrand bij de molen. En de wind zorgt dat het zich snel verspreidt. En de wind zorgt dat het zich snel verspreidt. We zijn onderweg, commandant. Jenny, pak Jupiter en tref ons bij de molen. Ja, begrepen, Sam. Is er niemand gewond? Nee, dankzij Norbert. Hij hield ons weg bij de brand. Goed van je, Norbert. Oh, ik laat dit vest echt nooit meer wassen. Je was dan dat vest sowieso al nooit, Norbert. Daar is brand in Mansam! Zo te zien verspreidt de brand zich snel, Sam. Ellen, jij bedient de spuit van Jupiter. Kom op, Jenny. We gaan een brandje blussen. Het is al goed, ja. Maar je moet altijd iemand laten weten waar je heen gaat. En het spijt ons ook heel erg, Sam. We wilden allebei Ellen helpen. Nou, volgens mij weten jullie allemaal dat gasflessen gevaarlijk zijn en dat alleen volwassenen daaraan mogen komen. Hallo allemaal. Hoe was jullie dag? Om eerlijk te zijn, Klaas, was het niet de beste trainingsdag die we ooit gehad hebben. Maar ik ben erg trots op Norbert. Nou, dat horen we ook niet elke dag. Op mij? Ben je trots op... mij? Geen zorgen, Ellen. Ik heb iets wat jullie zal opvrolijken. Ik heb voor jullie een junior kadetlied. Moedig en sterk gaan wij aan het werk. En samen hebben we heel veel pret. Ik ben een junior kadet. Ik blijf cool, ik blijf kalm. Zelfs bij een brandalarm. Ik ben een junior kadet. Woehoe! Ik ben een junior kadet. Vuurhond 2000, dit lijkt me een taak voor Super Jaap! Voorzichtig, Jaap! Oh nee, het biometrische identificatiesysteem markeert zijn doelwitten met vijandelijke intenties. Wat? Hij ziet mensen en gaat ze achterna. Ga maar weg! De kans voor onzichtbare Norbert Ban om het hachje te redden van nutteloze Superjaap. Doe voorzichtig, Norbert. Ik hoef niet voorzichtig te zijn. Ik ben onzichtbaar. Dat betekent... Wacht eens even. Kun je me zien? We kunnen je allemaal zien, Norbert. Maar dat betekent dat... hij mij ook kan zien. Rennen, Norbert! Oh jee, als ze maar niet in de buurt komen van mijn benzine. Oh, ik bel brandweerman Sam. Norbert Puk wordt achterna gezeten door een robothond die in brand staat. Norbert Puk wordt achterna gezeten door een robothond die in brand staat. De vuurhond 2000. Dit kan een grote brand zijn. Neem jij de Jupiter? Jenny, we hebben je nodig. Ik kom eraan.
allemaal. Blijf op een veilige afstand. Norberman is verslagen! 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 Het vuur op vuurhond is gedoofd. Maar blijf voorzichtig, binnen is benzine. Ik wissel naar blusschuim, Sam. Zo, de straten van Piekepolder zijn weer veilig. Ja, toch? Het spijt me dat ik mezelf in gevaar heb gebracht, brandweerman Sam. Maar ik dacht eerlijk waar dat ik onzichtbaar was. Het spijt mij, want ik denk dat dit eigenlijk de schuld is van mijn vuurhond 2000. Dus, was dit mijn schuld dan? Nou, wiens schuld het dan ook was, ik denk dat jullie voorlopig moeten stoppen met de vuurhond 2000 en iets uitvinden wat Piekepolder niet zou kunnen laten afbranden. Rustig maar, Radar. Ik denk dat jij je baan nog wel even...